gelijk hoe dat ze geven, niets is gratis. Geen gsm, geen tv, geen dvd's, niets. Dat is ook niet tof van je vrienden dat elke keer voorschiet en je haalt het. En zij kunnen niet blijven voorschieten. Dat is iets dat bij mij blijft. Ja. Ik vind dat betant, dat gaat niet. Ja, zeggen ze 10 euro, maximum 10 euro kunnen bellen. En dan niet meer. Ze praten alles maar goed en goed en goed. Op een gegeven moment krijg ik de rekening in mijn bus. Ja, maar ze hebben een klein lettertje niet voorgelezen op mijn telefoon. En dat is het probleem als je een contract afsluit via de telefoon. Dan geeft eigenlijk automatisch je handtekening aan die mensen. Ik denk niet dat de jongeren dat echt begrijpen wat dat allemaal inhoudt, lenen. Had ik ineens het gedacht, als ik dan nu eens mijn lening allemaal afbetaal, dan heb ik nog maar één schuld, zogezegd, bij de bank. Maar ja, dat was dan toch niet zo'n goed idee uiteindelijk. Ik ben bij één bank binnen geweest, bij mijn eigen bank. Een paar papieren doorgenomen en dat was direct in orde. Niet echt gevraagd voor wat dat dient, maar ik denk de week erachter stond het op mijn rekening. Maar als je dat achteraf allemaal beziet, dat je denkt van allee, wat hebben die nu allemaal verteld? Ik zal zorgen dat ze zeker geen leningen zomaar kunnen krijgen. Dat er toch strengere voorwaarden zijn. Er leven veel jongeren boven hun stand. Je komt elke dag in verleiding. Elke dag zie je wel iets. Mijn zus die heeft nu een breedbeeld-tv, een flatscreen gekocht. Hoe komt die aan dat geld? Ja, van deur te werken. Ja, goed, ik wil dat ook, maar zoveel geld heb ik niet. Als ik het nu al geweten van die gsm's, van die abonnementen, zou ik dat ooit getekend hebben.